Goedemorgen. Laptop is denk ik leeg, of niet? Ja, laptop is leeg. Goedemorgen, people. Waar is de lader? Het is nog donker, het is vroeg. Maar ik krijg berichtjes dat er iets met de vlog mis is. God, hij staat er net van mij, maar er is iets mis met het einde of zo. Cuteness vlog. Kijk. Dus ik ga naar bed met de laptop en ik sta op met de laptop. That's my life. Even kijken. Dit is de vlog van zondag. Hé. Gewogen. Hé. Kijk hoe raar. Dit is het einde van de vlog. Ergens hier kapt hij hem af op YouTube. Dan moet ik hem maar voor het nieuw gaan uploaden, denk ik. Het is toch heel vroeg. Ik heb nooit zo meegemaakt dat hij helemaal correct was op de computer en alles. 2308. En dat hij dan bij YouTube zo in één keer een stuk eruit trok. Alleen dat er dan toch iets in de edit niet goed is gegaan of zo. Wel, ik heb wel vaak dat YouTube kuren heeft, maar niet dat hij echt een stuk eruit heeft gehaald. Nou, ik ben benieuwd of hij het nu wel doet dan. Wat was het titel ook weer? Het is inmiddels 7:15 en ik ben een video opnieuw aan het uploaden en zo. Dus ja, vandaag ga ik lesgeven. Ik ben een paar uur weg, maar ik ben zo snel mogelijk weer terug, schatje. Oké, ik ga me klaarmaken voor mijn les. Dit blouseje heb ik echt al zo lang in mijn kast hangen en die heb ik zoiets maar één keer aangehad, maar ik vind hem zo leuk. En nu heb ik er een outfit meegemaakt met dat ik hem onder mijn kobartje aandoe. Zo very, very businessy, maar... Het is zo cute. Even heel veel droogshampoo doen. Opmaken. En dan, ja, het is nog vroeg, het is 9:00. Maar dan zo naar het hotel. Oké, mijn glam is done. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk zeg maar voor mijn lessen en zo. Of als ik ergens anders ga werken. Zeg maar in een hotel werken en zo. Om me dan wel zeg maar even wat meer te ready te maken. Nee, ik zeg het verkeerd. Om me anders... Nee, ook niet. Businessier te kleden of zo. Oh, ik heb altijd heel erg geroepen van... Even mijn handen nog bronzen. Ik heb altijd heel erg geroepen van, weet je... Ook bijvoorbeeld als ik wel eens op een podium stond en zo. En dan zei ik altijd van ja. En vroeger ging ik altijd in een colbertje en zo. En tegenwoordig doe ik gewoon echt helemaal als mezelf. Dus dan was het ook gewoon vet niet zakelijk en zo. Dat vonden mensen ook wel leuk. Maar nu ben ik weer langzaamaan terug van... Nou, ik vind het stijltje met een colbertje wel heel leuk. En met blouses. Het is wel... Het zit wel in me, zeg maar, die stijl. Maar ik ga dat niet voor lol thuis dragen. Nou, een blouse wel nog. Maar een colbertje en zo niet. Maar op dit soort momenten denk ik ja... Nu kan ik het legit aan. Je kan het altijd aan. Maar ik weet niet. Ik ben nooit de type geweest die thuis heel fancy ging kleden. Wel tijdens mijn zwangerschap op een gegeven moment wel echt elke dag gewoon echt een nice jurk aantrekken. Helemaal. Ja, maar weet je, we zaten zo hardcore toen in lockdown en zo. En ik werd toen echt gek van mezelf. Ik mis het echt. En dan ging ik. En als ik ook nu van die vlogs terug zie en zo. Dan ik zie wat ik allemaal. Droeg en zo. En dat wisselde dan af tussen Nike chill jurken en gewoon zomerse zwierige jurken. Die ik normaal naar een event zou dragen of zo. Don't care. Ik kan gewoon dragen wat je wil wanneer je wil. Zo. Ik heb trouwens iets geniaals bedacht. Namelijk dat ik eergisteren had ik toch een stukje been gezelfbruikt. Omdat ik gisteren dat interview had. En ik dacht, ja, dan heb ik dat pak aan. Dan heb ik een stukje been. Maar ik wil niet mijn hele lijf zelf gedaan. Dus ik had het stuk gedaan. Dus ik heb zeg maar zo'n bruin stuk been. Morgen heb ik een FIFA shoot. Met een bruin stuk been. Even kijken of ik het eraf kan scrubben. Ik dacht, er zijn twee opties. Of ik scrub het eraf, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Of ik zelf bruin de rest nog een keer. En dan compenseer ik het. Maar... Vrees het ergens. Ik heb wel tan remover. Nee, misschien moet ik dat doen. Ik heb tan remover. Dat ik het daarmee weghaal. Maar aan de andere kant weet ik niet zo goed hoeveel je van mijn benen gaat zien bij die shoot. Ik heb dit nu soort van
mede bronzy gemaakt. Dat is ook mijn nieuwe techniek. Als ik zelf bruin, ik doe gewoon mijn handen niet meer. Ik heb bijvoorbeeld nu ook mijn arm niet gedaan. En dan ga ik gewoon met liquid bronze op de dag zelf erop. Dus gewoon, ik weet niet. Zelf bruin en handen, het is gewoon altijd gedoe. Nu gewoon zo. En dan zijn ze voor die dag bruin. Zo. En dit. Zo. En mijn colbertje. Joh, waarschijnlijk zit het tot hier zo. Weet je? Even kijken. De geur die ik opdoe vandaag is... Waar heb ik zin in? Ja, Tiffany. Dit is de look van vandaag. Ik heb een jasje aan van Joshy. Echt zo mooi. Deze. Het blouseje is van Boohoo, maar echt heel oud. Ik krijg het al heel lang. Dan heb ik de Spanx legging aan. Mijn nieuwe Nike's. Die Pixels, die ik van de week heb gekregen. En uiteraard de bag. De bag. Vovie heeft een overheerlijk eitje voor me gemaakt. Met die nep vegan bacon erin. Sla. Cajun. En we hadden nog een zakje... van Taco Bell, van die spicy saus. Ik moet niet vergeten vandaag die poll te maken over mijn blauwe jurk. Oké, ik heb Mila gevoed en ik ga nu ervandoor naar het hotel. Heb ik alles. Kijk hoor, ik heb een lijstje op de iPad met wat er mee moet. Is goed, dus heb ik alles. Het is echt weer van alles. Ik ga denk ik geen koffieapparaat meenemen, want ik denk dat ik het wel ga redden eigenlijk. Lamp plus poot, ja. Ja. Oké, we zijn bij het hotel. Alicia komt er ook zo aan. Spullen erboven slepen. En dan gaan we gaan weer, hè. En we zijn weer in het hotel. We hebben dus ineens een hele andere kamer dan normaal. Dus we zitten even te puzzelen hoe we het allemaal gaan doen. Ik heb pannenkoeken mee en poedersuiker. En mijn koekoek mee. Oh my god, dat is zo lekker. Piraatsgerecht. Oh, een feest. Oh my god, guys. Ik ben mijn laptopkabel vergeten en dit gebeurt zojuist. Basically is die leeg. Oh, nou, gelukkig heb ik iPad en meer de telefoons, alles hier. Tada! Nou, guys, gelukkig. Alicia heeft ook een laptop. We hebben genoeg mee. We hebben laptop, iPad, 3 telefoons hebben we. Alles. Maar die kabel, die lag dus in mijn kamer. En ik dacht nog niet vergeten laptopkabel mee te nemen. Ik had hem al afgevinkt, want ik dacht ik pak hem zo. Oh, en dat is waarom je dingen niet moet afvinken voordat je het hebt gedaan. Kijk guys, en dit is waarom ik zo'n fan ben van Evernote. De laptop, het doel van de laptop is dat ik daar mijn les notes op zie, zeg maar. Maar dat heb ik in Evernote. Maar Evernote kan je dus ook in je mobiel zetten, op je iPad. Het staat op Avisa er laptop. Dus overal kan ik het doen. Dus eigenlijk is er geen probleem nu. We good. We good. Het is niet handig, want op zich, ik vind het wel chill om een extra scherm nog te hebben. Maar ik kan het ook gewoon op de iPad doen. Kijk, ik heb nu mijn iPad zo en het is ook nog eens extra wit licht van onder. Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Here we go! Kijk, we zijn live! Ja. Oh jongens, lekker. Kijk dan. We gaan zo dansen. We hebben op aanraden van mensen uit de les een tip gehad van het liedje. Dat moeten jullie raden waar we zo op dansen. Oké, dance. Oké, we gaan er weer vandoor. Het was weer great. Let's go. Oké, ik ga naar huis. Ik heb die pakketjes achterin, maar ik hoor net dat Milo wakker is en dat ze echt mij aan het zoeken is. Ik zeg, weet je wat, anders ga ik gewoon lekker naar huis gaan. Zo met z'n drieën pakketjes brengen. Want het is ook een zaterdag en het is ook gewoon... family time. Laten we gewoon dat wel ervan maken. Ik moet zeggen, het is zo gek om op zaterdag zulke dingen te doen. Als in les en alles. Want het voelt dan in één keer door de week, terwijl het weekend is. Vet raar gevoel. Dan morgen zondag en maandag beginnen we weer. Waar is mijn telefoon? Maar goed.
Het was weer heel fun. Dat was de laatste keer echt leuk. We zijn nu al bezig dus met het vervolg ervan bedenken. Oké, ik ben thuis. We gaan even met de family een rondje rijden. Het is 4:15. Dus moet ik nog haasten ook, schat. Ja. Want anders gaan die dingetjes dicht. Kusje. Kijk hoe cute. Oké, we zijn onderweg naar eerst een DHL-punt. En daarna PostNL. Fof heeft een schorre stem. Ja, I guess. Ik van zoveel zingen met Mila. Yeah. Liedjes zingen. Ik heb niet echt last. Ik heb niet het idee dat ik een schorre stem heb. Maar ik hoor een schorre stem. Maar Fof heeft blijkbaar zo lang zitten zingen. Ja, maar wij hebben heel veel gezongen. En zo cute. Ah, ze is zo leuk. Oh, guys. Elke seconde dat ik er niet bij ben. En dat ze weer rechtop zat. Uit zichzelf, hè? Ja. Gewoon helemaal lalalala. Ja, maar ze kijkt ook zo van, wat is er? Ja, maar en dan zeg je van, ja, goed zo. Zo happy. Ja, complimenten. Maar dat is het. Kinderen moeten complimenten krijgen, waardoor ze... Ik vind het een interessant thema over complimenten krijgen en wat het effect daarvan is. En ook het effect van mensen die dat nooit van de ouders hebben gekregen en zo. Weet je wel, dat vind ik echt zo interessant. Ja. Ontwikkelingspsychologie. Oké, ik heb net een deel van de pakketjes naar een DHL-punt en nu naar een PostNL-punt. Punt. NL. NL. Nou, dat was 10 keer niks. Dus we gaan even naar een ander PostNL punt. PostNL. We hebben dit hier, pakketpunt. Oh, dat is toch... Laten we dat doen. Is het dicht? Oh, dat kan, omdat zaterdag al 5 uur is. Is een ander. Sluit zo dadelijk. Nou, laten we daar gewoon in. Ik ga lekker met Milaatje in bad. Oh, ik twijfel make-up eraf halen of niet. Mijn haar kan ook wel een wasbeurt gebruiken. Ja. Ja, moppie. Kijk hoe cute. I can't. Je bent te cute. You win in life. Nee, weet je wat? Ik ga mijn haar morgen wassen. En ik doe mijn make-up wel straks even goed reinigen. Het is toch altijd gedoe met in bad. En dan gaan we nu eventjes lekker paddelen samen. Fofje heeft overheerlijk gekookt. We gaan lekker... dingetjes kijken. Hey, Zibi. Jongens, ik kom niet meer bij dit account. Badges. B-E-T-C-H-E-S op Insta. En dan vooral deze. Dit filmpje. Wacht, als je... Ik zit er al... Kijk hoor, hier. Het zijn allemaal filmpjes en dingetjes over millennials versus Gen Z en zo. Deze. Oh my god. Echt zo hilarisch. Dit is niet normaal. Jongens, je bent toch al sokken door het hele huis? Sokken die overal liggen. Nou, dat is niet alleen nog maar papa's sokken. Dat zijn ook dit soort. Heel soms vind je van mij een wit bolletje ergens, misschien. In het bed lagen sokken bij mijn kussen. Maar we hebben nog een sokkenmonster hier. Ineens overal mini sokjes. Ja, allemaal. Dat zijn ook alle drie hetzelfde. Ze zijn allemaal hetzelfde. Oké, wij gaan de vlog afsluiten. Wel trusten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Hey.